En wat voor dag zijn we vandaag? Wat voor dag zijn we vandaag? Wat voor dag zijn we vandaag? En je mocht antwoorden, ze. Wat? Welke? Dinsdag? Geen croissant, ze doen dinsdag. Woensdag geen croissant. Donderdag geen croissant. Vrijdag geen croissant. Zaterdag geen croissant. Pas de zondag een croissant. Over 6 dagen krijgt de papa een croissant. 1 croissant per week. 1 croissant per week. 1 croissant per week. Maximum. Want in de croissant, daar zit boter in. Wist je dat? Dat er daar boter in zit? Daar zit boter in. Wist je dat? Dat er daar boter in zit in de croissant? Stel je een keer voor, zeg, daar zit boter in. En de pakkers blijven dat gewoon verkopen, maar daar zit boter in. Ik doe altijd zo'n asbestpak aan als ik een croissant eet. Daar zit boter in. Hele per week. Maximaal, maximaal. Mama kan zonder croissant. Papa nog niet. Spijtig, want we moeten consequent zijn. Papa geeft het goede voorbeeld aan de kindjes. Lukt niet. Papa heeft zijn croissant nog nodig. Hele per week. Pas op, als de mama weg is, eet de papa soms stiekem een 2e croissant. Dat is waar ze. Ik zeg dat nu aan jullie, hè. Stak je daar in de keuken met mijn croissant? Enfin, het is een open keuken, dus kijk. Ik hoor die voetjes naderen, ik steek mijn kop in de kast. Wat ben je aan het doen, papa? De sifon zit verstopt. De sifon zit toch daar? Ja, ik zeg het. Hij zit verstopt. Nou, hier, ja. Het zat een croissant in de sifon. Ja, dat verstopt. Hè. En de zondag krijg je dan uw croissant. Dan zitten we met 3 klaar voor het hoogtepunt van de week. Mama werd de croissants op ons bord. Ik pak de mijne, prof aan mijn mond. Heerlijk. Heerlijke 5 seconden zijn dat. Ik moet gewoon onthouden dat ik niet naar haar keek. Want die combinatie van dat genot en die een blik van haar van... Ben ik met tafvarken getrouwd? Kindjes zitten ook een croissant. Papa heeft slecht voorbeeld. Kindjes zitten in een croissant. Papa zit te loeren naar de croissant. Dat denken van als Stefkes niet kijkt, dan bakken we een croissant. Maar ze blijft kijken. Van een paar wachttoren. Zij bijten de keer en dan beginnen ze een croissant in te smeren met snot en met speeksel. En zelfs in die croissants heeft de papa nog goesting. Maar de papa krijgt ze niet. Want nog liever dan dat we die croissants aan de papa geven, geven we ze aan de kip. Elke zondag zit ik te verlangen om een kieke te zijn. Ik wil een hele week regenwormen fretten. Ik wil eiers leggen tot aan mijn krikspier scheurt. Als ik een extra croissantje krijg. En als de familie gegeneerd zit te kijken, zegt er een van ons met een grafstem, kan er iemand opnemen, mijn armen zijn al stijf.